We krijgen een groep uit de regio Gelderland. Marisha Hart. Er is een toneelstuk met als titel Samen Alleen. Ze heeft een voorstelling gemaakt rondom het thema Samen Alleen. Dat heeft ze van school gemaakt en daarom is dit stuk gebaseerd. Ik wil een heel groot applaus voor Marlies Smeenje en Mart van Merkel. Samen voor in een regenbui. Als het regent is alles altijd zo vol van leven. Met het hoog opgeschoten gras, met kleine kriebelende beestjes ertussen. En de lucht die vol is. Warm en droog tegelijk en verzadigd met honderden geuren waarvan ik minstens de helft niet kan plaatsen. Bij elke keer dat ik inadem stromen honderden opgesloten geheimen door me heen. Dus ik zeg, oh. Nou ben ik mijn fietstassen vergeten dicht te doen. En dat is heel stom, want nu regent het vast helemaal vol met nat water. Fietstassen! Het wordt een nog grotere chaos in mijn hoofd. Maar waarom moet ik daar nou weer op zeggen? Ik heb niet eens fietstassen. Mijn fiets hangt zonder wielen aan het hekje van mijn huis, want de wielen zijn eraf gestammen. Daarom zeg ik... Oh, dat is ook wel eens wat anders dan zo'n klotfiets. Zou het heerlijk voelen in die regenbuien. We zouden schreeuwen en opspringen tegen de lucht die zich boven ons uitstort. We zouden schreeuwen tot we paars aanlopen. En dan laten we ons gewoon in het natte gras vallen, dat dan alleen nog maar natter voelt. Eigenlijk wil ik nu gewoon met haar naar buiten rennen. Gewoon de plassen in en springen en haar eroverheen zwieren en lachen en rennen. En dan van die grote grassige helling af rennen. Of rollen, dat gewoon de modder in je gezicht spat. Dus ik zeg maar... Oh, ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet handig, want dan wordt mijn jas hartstikke nat als ik hem erin doe.
Eigenlijk moet ik tegen jezelf zeggen dat ik je jas al voor je vast zou houden. En dat ik bij je achterop zou gaan zitten. Nee, nog beter. Ik zal je jas aantrekken en ik zal mijn arm om je middel slaan. En we zullen samen lachen omdat het geklot van je fiets was als je over een hobbeltje heen rijdt. Voor de deur van je huis zal ik je fietspassen omkieperen en leeggieten. Ik zal je jas aantrekken en naar je teruggeven. Als ik stiekem nog niet weet dat ik de volgende ochtend gewoon weer voor de deur zal staan. En daarom zeg ik tegen hem... Oh, dat is natuurlijk niet handig, zo'n natte jas. Nee. En als mijn jas nat wordt, dan ben ik ook wel echt een week goed verkouden, hoor. Ja, wat zeg ik nou allemaal? Verkouden? Maar ik wil gewoon verkouden worden met haar. In die regen, maar gewoon helemaal kletter nat regenen. Gewoon. En dan, terwijl onze uitgeblazen adem zich met elkaar vermengt, zullen wij getuigd zijn van het grofste natuurgeweld dat we ooit gezien hebben. We zouden het fantastisch voelen. Gewoon van de heuvel af rennen terwijl de wind onze kletsnatte kleren tegen onze gloeiende ledematen drukt. Ik kan me niet voorstellen dat ik me dan ooit beter zou voelen. Maar mijn energie komt gewoon geen eind. En dan rennen we de heuvel af nog verder tot we in de hei komen. En daar rennen we verder. Nog beter, daar springen we verder. Met grote, lange passen. Zo ver dat het lijkt alsof we vliegen. En het zou me dan niet verbazen als ik op een gegeven moment echt niet meer de grond onder mijn voeten voel. Verkouden. Ja, je wel. Oh, ze komen heel, heel, heel ver hier vandaan. Ik wil je hand pakken en ik wil me afzetten tegen de grond. En ik wil samen afdrijven naar een plek heel ver van hier. Het zou me eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaken waar, zolang we maar gewoon niet nu hier hoeven te zijn. In dit café, wat de meest afzalige afspraak ooit dreigt te worden. Ik wil het over kunnen slaan. Ik wil nu gewoon met haar bovenaan de heuvel staan. Ik wil gewoon, ik wil nu met haar, ik wil. Kut. Zeg ik dat nou hardop? Wat zeg je? Ja, kut, dat zei je dus hardop. Oké, wat wil ik? Ik wil een koffie. Nee, dat is raar, want ik ben nu thee aan het drinken. En als je eerst thee drinkt en daarna koffie, dan is dat gewoon raar. Dus het is wel een beetje vreemd, zo'n thee en koffie in die volgorde. Sorry, wat zeg je? Niks. Oh. Ik zou toch zweren dat ik dat alleen bedacht. Dan moet je maar niet zo hard denken. Wat? Niks. Er zit een kraan op je wang. Hoi. Ik hou eigenlijk helemaal niet van thee of koffie, maar ik vind het wel... Ik vind het wel zoiets voor een glas cola te bestellen. Ah. Eigenlijk zou ik het liefst gewoon een heel groot stuk appeltaart met heel veel slagroom nemen, ja. En helemaal niks te drinken. Ja. Hoi. Ik wil je aanraken. Mag dat? Als die vraag gesteld zou worden door iemand van de juryleden. Is dat misschien geen goed idee? Is er iemand van de jurylid
Voor de jury die iets graag wil weten over het duo of over dit werkstuk. Nog één keer. Hoe oud zijn jullie? Eerst beginnen we, ja. Ik ben 18. 15. 18 en 15. Dat was het, dankjewel. Eén vraag. Dankjewel.